Vandaag openen Giel en ik een restaurant in Minecraft Bed Wars. Oké, Giel, vandaag. Een restaurant staat er op de planning om te bouwen. Een restaurant, ik ben de ober. Ben jij de ober, maar je moet ook helpen bouwen. Ik zal even alvast zeggen dat wij een restaurant openen. Ja, doe dat eventjes. Zeg dan ook heel lief, gouden appels voor sale bij donkerblauw. Want anders begrijpen ze mensen denk ik het niet en anders gaan ze ons vermoorden. Zo, wacht, trouwens, ik bouw wel even in. Wacht, hup, rennen, Salty, voordat ze al dat bed kunnen maken. Zo. Oh nee. Wat is er? Ik ben even aan het typen hoor. Ik ben een advertentie aan het geven. Een advertentie aan het geven? Oh ja. Oké, wacht. Dan ga ik ook alvast even sparen. We are opening a restaurant. Ja, we are opening a restaurant. Ja, zeg ook even dat we gouden appels dan te kopen hebben, want anders komen ze we niet. We sell golden apples. Apples. En dan zeg ik ook nog bij, yes, very juicy golden apples. Voor sale. Zo, hup. Oké, en dan maken we zo even een mooi kraampje. Zal ik hier even een kraampje maak jij daar alvast een kraampje inderdaad? Zo, hop. Dan ga ik alvast even sparen voor wat gouden appels. Want als wij natuurlijk heel veel mensen krijgen die een gouden appel willen. Ik denk het ook. Het gaat stormlopen. Weet je, dat zie ik. Ja, ik denk dat ze storm... Nou, ik denk dat ze in ieder geval mensen al aan het verslaan zijn. Mijn god, hé. Oh, nee. Wacht. Eens even kijken. Want wat voor team zijn wij om ons heen? We hebben eigenlijk niet heel veel teams om ons heen, ouwe. Nee. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, Jezus, is dit ons kraampje? Ja, wat ons kraampje, ja. Er moet misschien nog een grote duidelijke pijl boven of zo. Ja, wacht. Ik doe even nog blast... Oh, wacht. Ik kan blastproof glas erin zetten, gek. Wow, wacht, kijk, hier. Zo, hop. Kijk. Hop. Zo, hop. Kraampje. Okay. En dan moet er misschien een mooie houten dak op. De houten dak? Wacht, wat was dat ook weer? We moesten hem ook weer hebben. Heel veel aardig, toch? Gold. Oh, gold. Ja, maar ik moet ook gouden... Oh, hier. Ik heb al genoeg voor hout. Zo. Oh, wacht. Waar ben je nou? Ja, ik heb gold gegooid naar je. Dan kun je hout van halen. Oh, heb je dat al? Oh, ik heb het al Nee, ik heb het niet opgepakt. Oh, ik heb het wel opgepakt. Oh, mijn god. Oké. Lekker man. Zo. En dan moet ik even wat hout halen. Zo. Oké. Hier heb je je stekse hout, alsjeblieft. Maak jij er maar wat moois van. Dan zorg ik ervoor dat niemand ons bed sowieso kan verslaan. Dat is fijn, ja. Ja, er kunnen natuurlijk ook pottenkijkers komen. Ja, maar ik ben eigenlijk benieuwd. Hè. Waarom zie ik nog niemand naar ons toe komen? Dat vind ik nou heel erg jammer, dit. Dat weet ik ook niet waarom niemand. Zo. Even kijken. Oh, dit wordt zo mooi. Wacht. Stil. Apples for sale. We hebben nog helemaal geen appels. Wat nou als er een klant komt? Jawel, we hebben wel appels. We hebben twee appels op dit moment. Dus dat zijn twee best appels. Wel veel. Oké, okay, goed zo. Nice. Kijk, dit is het kraampje. Is het ons... Zo, dat is echt een heel erg mooi ons kraampje. Ons restaurant. Okay, maar, hoe kunnen we dit kraampje laten opvallen? Ja, maar dat weet ik niet. Hoe kunnen we het inderdaad laten opvallen? Even kijken naar de blokjes. Als ik nou mensen hier naartoe lok. Misschien kan ik mensen hier naartoe lokken. Dat is misschien wat beter of zo. Appels. Ja, misschien moeten we gewoon even een goede verkeersaansluiting maken naar ons restaurant. Wacht, ik koop nog een appel. Gewoon eventjes lekker... Niemand reageert ook op mijn berichtje. Niemand wil gouden appels kopen. Ja, ik ga het ook weer even... ik ga even een uitroep tegen de voor achter zetten zo. De voor, de achter, van links naar rechts. Oh, ik kan het niet nog een keer zeggen, helaas. Ja, weet je wat? Ik koop wel gewoon ongelooflijk veel dit. En ongelooflijk veel dat. Nee, dat heb ik niet. Een bedbug. Wat is een bedbug? Silverfish where the snowball lands to destroy your enemies. Nee, dat willen we niet. Maar een glitch van de... Nee! Oh, een glitch van de ding af. Hoe kan dat nou? Ik heb al vier appels en niemand wil van ons kopen. Gewoon aan het shiften. Wacht, misschien moeten we dadelijk even op de spawn gaan handelen. Ja, dat denk ik ook. Oh, wacht, daar is iemand. Oh, lekker. Ja, dat had ik dus net ook. En toen viel ik eraf. Nou, ik heb vier gouden appels, dus dat moet niet gebeuren namelijk. Ik ga even kijken of we wel als eerste op het eilandje komen. Ik heb vier diamonds. Our base. Zo. Er moeten toch op een gegeven moment mensen komen, man. Kom op, zeg. Je zou denken van wel, hè. Ik zou het ook heel erg raar vinden als er iemand komt. Friendly. Ik zeg friendly, maar ik bedoel friendly. Het zou me ook niks verbazen als we hier gewoon keihard voor geband worden, hoor. Ja, nee, het zou zomaar kunnen. En dan is dat maar zo, want dan is het ook gewoon waard geweest, toch? Ja, vind je? Ik heb nog geen één gouden appel verkocht, Giel. Jeetje, ik dacht dat ik hier naar diamonds aan het bouwen was, maar het is gewoon een onnozel eiland waar je helemaal niks kan. Waarom is dat eiland daar dan ook? Ja, dat snap ik ook niet. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon een gigantisch pijl bouwen, ja? Ja, doe dat maar. Dan ga ik ondertussen eventjes... heb je een appeltje voor mij? Dan ga ik proberen te verkopen. Ja, ik heb er vijf, hè? En dan een pijl maken. Chips en de pips, jeuk en de pips. Zo. En dan moet jij even zeggen of die pijl een beetje goed is, Giel. Eens even kijken.
ik ga zo eens even checken voor jou, hoor. Weer naar beneden, maat. Oh mijn god. Vanaf een afstandje kijken. Als we nou team geel waren, dan hadden we zo'n gele appel kunnen bouwen. Heb je al iets geüpgrade met de diamonds? Ja, ik heb de furnace geüpgrade. Oh, lekker, man. Nou, ik had wel verwacht dat je dat namelijk wou. Ja, nee, zeker. Oh, even kijken. Ik zal wel eventjes de armor zo upgraden. Zo. En dan diamonds in de chest. Oh. Ik ga eens even kijken of dat misschien... viel jij nou net trouwens? Of ja, niet? Ik viel. Ik ben een gigantisch pijl aan het maken. Kijk, Rob. Ik denk dat dit best wel een mooi pijl is, om heel eerlijk te zijn. Hé, ze zijn al bij ons, Giel! Nee! Ik heb gouden appels! Gouden appels! Nee, ik wil mijn gouden appels straks afkopen! Nee, waarom zijn ze zo? Wat doen ze zo? Oh mijn god! Hoe kan dit nou weer? Waarom? Nee, ik ben er ook af! Nee! Ik wil gewoon vrienden worden! Ik probeer gewoon rustig gouden appels te verkopen. We moeten gewoon het volgende potje proberen gouden appels te verkopen, Giel. Ja, 100%. Hey, we zijn Giel! Oh, let's go. Oké, ik ga een appel bouwen, ja? Oké, ja. Wacht. Ik ga ook zeggen, we sell golden apples at yellow. Ik heb deze gezegd. Ik zie het wel, maat. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Nee, ik snap je helemaal. For our restaurant. Oké, nee. Ik denk niet dat ze gaan reageren, man. Dat is wel echt pittig. Ja, maar het is natuurlijk ook vroeg in de game, weet je wel. Dus, Ja, dat is waar. Wow, ik schrok me heel even dood. Ik dacht dat er nu al iemand bij ons op het eiland was. Hè. Oh, nee. Oké, maak ik gouden appel. Ja, ik ben er maar naar boven. Nee, dit wordt echt precies even groot als de originele Minecraft. Oké, daar ben ik heel erg benieuwd. Heb jij misschien nog wat blokjes voor mij? Ik kan wel even wat blokjes voor je halen. En misschien een ladder maken voor hier zo naar boven. En een ladder. Oké, wacht even. Zo. Ik heb hier nog wat spulletjes neergelegd. Ja, mijn god, wacht. Hoe ga ik dat nou weer doen? Een laddertje naar boven, dat zou echt top zijn. 4 iron. Oh joh, niks aan het eindje. Top. Hop. En kijk eens, mijn point. Alsjeblieft blokken. Dank je. Oh, blauw komt al naar ons toe. Sell golden apples. We sell golden apples. Blue. We sell golden apples. Nee, we sell golden apples. Hij is er al, Giel. Waarom is niemand vriendelijk tegen ons? Wat is dit? Ik weet het ook niet. Bro, wat is dit? Waarom wil niemand gouden appels van ons? Ik snap er ook niks van. Oh ja, we kunnen nog wel respawnen, gelukkig. Wat is hij aan het doen? Nee, hij sloopt mijn appel. Nee, dat moet niet. Nee. Oh mijn god, deze man. Hij is zo gek ook. Wat een gekkie. Hé, weet je wat? Hé, boeien dat restaurant. Echt waar, ik zweer het. Ik ga hem nakken. Zo, op. Ja, dit hier. Is echt niet leuk meer. Hij zit als gewoon echt een pest hier, man. Hij is hier naar boven gegaan, 100.000%. Ja, ik denk het ook. Ja, maar hier is hij. Ik ga eventjes een zwaardje fixen. Kom hier, vriend! Kom hier! Ja, juist hem! Lekker voor je! Hoppa, zo mooi. Heb je dat? Ja, die is dood. Mijn god, hé, niemand wil gewoon gouden appels van ons kopen. Wat is dit nou weer? Nee, het is echt niet leuk. Probeer een beetje aardig te zijn voor de mensheid. En dan lukt het niet. Niet cool, gewoon. Heb je nog wat blokjes toevallig? Dan kan ik nog in ieder geval een poging wagen met mijn appeltje. Wil je serieus nog proberen een appel te maken terwijl die gewoon. Tuurlijk! Ja, ik heb hier blokken. Wacht, moet je wel hier. Oh, man, wij geven niet op, Santino. Wij zijn Giel en Santi. En wij geven nooit op. Hier, alsjeblieft. En wij stoppen niet. Zo, even kijken. Dit is 2. Nog meer? Bro, ik heb hier nog een stack. Ja. Oh, blauw komt alweer, Giel. Oh, mijn god, maat. Ja, wacht. Je moet niet hoger gaan, want dan... Oké, wacht. Jawel. Ja, ik moet nog een heel stuk hier, over. Alsjeblieft. Ah, nee, hij is er al. Nee, ik ben dood. Nee, wat doet hij nou? Giel, wat doet hij nou? Nou, maar weet je wat? Ik ben ook dood. Weet je wat? Ik beslis gewoon, ons restaurant is gewoon voor altijd gesloten. Want dit gaat echt niet werken. Ah. Dat was het mooi voor deze video. Wil je nou nog meer Bed Wars video's zien samen met Giel? Klik dan even op de video hier naast mij. Vergeet de afspraak te checken. En natuurlijk te abonneren. Doei doei!